Nou, je heeft dat vast wel gevolgd. Net voor het weekend werden gelukkig heel snel twee verdachten aangehouden voor het gooien van een brandbom bij een journalist in Groningen. We weten allemaal dat de veiligheid van journalisten zwaar onder druk staat door criminelen. Ook een man in de regio Rotterdam is ernstig bedreigd. Er werd een steen door zijn ruit gegooid omdat hij persfotograaf is. Bij hem thuis in Vlaardingen in de wijk Holy Noord werden vrijdagavond 14 mei stenen naar zijn huis gegooid. Hij zelf was er niet, zijn moeder wel. Die werd gelukkig niet geraakt. De mannen die de stenen die 14 mei hebben gegooid, zaten mogelijk in deze grijze golf. Zodra ze buiten beeld zijn, horen we portieren. En stemmen. En nadat de bestuurder en zijn passagier weer weg zijn, horen en zien we even daarna het volgende. Hier gaat een steen door de ruit en daarna komen de gooiers eraan. Beide dragen hier bivakmutsen. Mogelijk zijn ze even eerder ook zonder muts gefilmd. Want op bewakingsbeelden uit de omgeving daar in Vlaardingen staan ook deze mannen. De kans is groot dat zij even later die stenen gooiden. Kijk bijvoorbeeld naar de witte zolen van de linker. Die lijken we hier ook te zien. Wat we zien is dat de zaak van vanavond helaas niet op zichzelf staat. En iedereen heeft de beelden vast op het netvlies van journalisten die geslagen worden, die geschopt worden. Journalisten die bedreigd worden. En dat vindt het Openbaar Ministerie een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Juist omdat wij persvrijheid zo'n belangrijke waarde vinden, geven wij prioriteit aan de opsporing en de vervolging van deze feiten. Die moeten snel afgedaan worden, die moeten snel op zitting komen, of die doen we snel als Openbaar Ministerie af. Een uitgangspunt is dat wij juist omwille van het belang van deze waarde onze straffen verdubbelen als inzet, als startinzet bij de beoordeling van dit soort zaken. Dubbel zo hoge straffen, dus anoniem tippen kan natuurlijk ook over deze zaak. Want misschien herkent u deze mannen misschien wel aan uw opgeschoren haar. Wilt u anoniem tippen, bel dan M, dat is niet van de politie. De mensen daar spelen alleen uw tip door naar de politie en doen dat ook alleen maar als uw veiligheid niet in gevaar komt. Wie heeft er informatie over wie dit kunnen zijn? We hebben mogelijk nog een aanknopingspunt. Vlak voordat bij de persfotograaf het raam werd ingegooid, werd dit rode busje gefilmd. Het kenteken is net niet te zien. Buurtbewoners kennen de bus niet. Net als dat niemand weet wie er die avond in deze grijze golf zaten. De bestuurder lijkt wat te zoeken daar in Vlaardingen Holy Noord. Zodra die verder is, gaat de bus ook weg. Mogelijk hebben de inzittenden van beide voertuigen te maken met het bedreigen van de journalist. Wie legt de link? Overigens, als u weet wie de bestuurders zijn en u denkt dat ze niets met deze bedreiging te maken hebben, neem dan ook contact op. Heeft u enig idee wie er achter deze intimidatie zitten? Tip bij M, bij de tiplijn of, als u niemand wilt spreken, met een tipformulier.